September is de cultuurmaand voor de gemeente Haldenbergen. En bij de cultuurmaand hoort een cultuurprijs. In het volgende filmpje stelt een van de genomineerden zich voor. Welkom in het huis van Buys. In het huis van Buys woonden vanaf 1891 bakker Buys, de bakkersfamilie Buys. En die zijn hier blijven wonen tot 2009 en toen heb ik het huis van hun gekocht. Ik ben dus zelf van een andere familie Buys. En bakker Buys was vooral bekend vanwege de negerzoenen die vanuit Oudenbosch werden gemaakt, of in Oudenbosch werden gemaakt, vanuit Oudenbosch over heel de wereld werden verkocht. En in het huis zijn nog allerlei verwijzingen naar de oude bakkerij te vinden. Onze familie Buys die komt van Velletrie, hier in Oudenbosch. Velletrie. Dat is een prachtig huis op de Bossendijk. En die naam Velletrie die had alles ermee te maken dat in de tijd dat het gebouwd werd, de zwager van mijn overgrootvader, dat was Marijn Masseurs, dat was een zouaaf in het pauselijk leger. Ik heb hier nog zijn bidprintje. En al die fantastische verhalen die werden mij verteld door mijn opa. En mijn opa die was geboren op Velletrie, net zoals zijn vader. En die vertelde al die verhalen. En doordat al die verhalen en al die foto's telkens voorbij kwamen, werd ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar al die verhalen over Oudenbosch. En op een gegeven moment kreeg ik van mijn opa dit mooie boek, Tussen Windvaan en Koepel, exemplaar van zijn vader. En ik begon die verhalen te lezen en op die manier leerde ik eigenlijk steeds meer over onze eigen woonplaats. En ik vind het fantastisch om die verhalen te blijven vertellen. Want ja, het is toch een beetje waar je vandaan komt en waar je leeft en waar je van alles meemaakt. We staan hier op de steiger bij de restauratie van de Grote Kapel van Saint-Louis. De Grote Kapel die is al ruim een jaar in restauratie en ik ben eigenlijk op meerdere manieren bij deze kapel betrokken. Allereerst als gids van Saint-Louis. Wij geven hier heel veel rondleidingen, maar daarnaast zit ik ook in de programmagroep voor het nieuwe cultuurcluster wat hier moet gaan gebeuren. En zit ik als lid van de monumentencommissie ook regelmatig op de steiger om te kijken naar de vorderingen van de restauratie. Bij Saint-Louis denkt iedereen altijd meteen aan de Grote Kapel. Maar Saint-Louis is natuurlijk veel meer dan dat. Saint-Louis is vooral de plek waar heel veel mensen vroeger in hun jonge jaren een opleiding hebben gehad. Net zoals vroeger ook op Sint-Anna hier in Oudenbosch. Naast de grote kloostergebouwen zijn er nog hele andere vormen van religieus erfgoed. Namelijk de prachtige kloostertuinen van vroeger. Maar ook dingen zoals bijvoorbeeld de Loerdersgrotten. Die vroeger in eigenlijk alle kloostertuinen wel te vinden waren. En deze Loerdersgrot is wel heel erg leuk. Die onderhouden we gewoon zelf met een groepje. Je kunt alles wel af laten hangen van grote subsidies en eigenaren. Maar je kunt het gewoon gezellig daar zelf een zaterdag aan besteden. En heb je lol gehad en je behoudt iets moois in je eigen dorp. Oudenbosch heeft niet alleen mooi religieus erfgoed. Maar er zijn ook fantastisch mooie woonhuismonumenten. De belangrijkste die staat aan de Sint-Bernardstraat in Oudenbosch. Achter het huis ligt een fantastisch grote tuin. En die tuin is in de loop der jaren heel wat veranderd. Maar voor de huidige eigenaar heb ik een mooie maquette gemaakt. Toen zie ik waar we wonen. En dan kun je prachtig zien hoe die tuin vroeger aangelegd is geweest. Dan zie je ook meteen de dubbele koetshuizen aan de voorkant. Maar na dit prachtige huis is het natuurlijk wel belangrijk om even te gaan kijken naar het grootste en bekendste monument van Oudenbosch. We gaan naar de basiliek. Het grootste monument van Oudenbosch is zonder twijfel de basiliek van Oudenbosch. Maar de bouw van de basiliek was zonder twijfel ook de grootste prestatie van de Oudenbosschenaren. Pastoor Hellemons had het idee, architect Kuipers, de beste architect van Nederland op dat moment, die maakte het ontwerp. Maar de Oudenbosschenaren zelf werden aan het werk gezet om deze mooie kerk te bouwen. En dat deden ze. Ze hebben er 15 jaar over gedaan voordat de kerk in gebruik kon worden genomen. Vervolgens duurde het nog decennia lang voordat de kerk helemaal klaar was. En daarna begon het onderhoud. Het begon eigenlijk al in 1954. Toen was de kerk erg in verval. Het werd de Stichting Behoud Basiliek opgericht. En in die stichting, daar zit ik ook in, daar zorgen we voor dat het geld bij elkaar wordt gebracht om de restauraties van deze prachtige kerk voor elkaar te krijgen. En het is niet onbelangrijk, want welke Oudenbosschenaar heeft nou niet het idee, ik kom weer thuis als je de koepel aan de horizon ziet staan. Dus Oudenbosschenaren, we zullen zelf met z'n allen deze mooie kerk overeind moeten houden. Wilt u stemmen op een van de genomineerden? Dat kan nog tot en met 1 oktober op www.haldenbergen.nl.